marcher seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont... Ik heb zonder even met Liesbeth te praten, de eerste gesprekken over deze locatie die vonden plaats zo'n 7, 8 jaar terug. Dus dat heeft heel lang geduurd. Maar goed, de aanhouder wint. En we staan hier nu, we hebben hier een prachtige inzamellocatie. En we hebben altijd geloofd in de combinatie Milieustraat-Kringloop. De mensen kunnen hun afval kwijt. Maar die kunnen gelijk ook wat hun afval vinden, wij missen geen afval. En daarnaast kunnen we gelijk natuurlijk hun materialen meenemen die voor de kringloop geschikt zijn. Dus ja, eigenlijk is deze locatie prima geschikt om ons doel te bereiken. We willen zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Dat is een hele duurzame instelling. En daar geven we invulling aan. Wij zien ook namelijk vanuit deze positie hier een kans om met name ook de bouwkringloop, circulariteit hoort, dus hoort erbij, om wat verder handen en voeten te geven. We hebben hier in Kampen Haddeboer, de oude inzamellocatie van de dieselstraat. Die gaan we daarvoor gebruiken, dus we willen dat verder uitrollen naar de toekomst toe, dat we niet alleen in kleding en huisraad, maar dat ook echt in de bouwkringloop verder gaan. Het past heel mooi bij wat hier plaatsvindt. We hebben de mogelijkheid om ook de materialen die hier binnenkomen bij de recycling, om daar de goede spullen uit te halen. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Dus in die zin zien we daar echt een stuk toekomst in. En Henry en Peter die gaan dat straks gezamenlijk oppakken, dus een mooi nieuw initiatief. Ja, duurzaamheid heb ik iets over gezegd, bouwkringloop iets over gezegd. En natuurlijk, last but not least, hartelijk dank aan Recycling Kampen, alle medewerkers die hun hebben gegeven aan dit project. Maar ook de ROVA en de gemeente Kampen natuurlijk. En daar hebben we best heel veel gesprekken over gehad. Maar het staat hier nu en we zijn er hartstikke blij mee en trots op. Dus dank allemaal. Ik ben Elise van Heerde van Lotus Ruimt Op. Ik ben een professional organizer, ook wel gezegd een opruimcoach in Kampen en omstreken. Ik help mensen hun huis op te ruimen en daardoor ook hun hoofd. Dat kan via de gemeente Kampen als gecontracteerd zorgaanbieder, maar ook particulier kan ik u helpen. Ook voor ondernemers kunnen ze mij vinden om zo de werknemers thuis te kunnen bijstaan wanneer ze het moeilijk vinden om op te ruimen. Hallo, ik ben Daan Stolti. Ik heb een website en een klein soort van hobby dingetje, schilderkipje.nl. En ik schilder op oude materialen. Ik probeer te hergebruiken. Ik heb hier bijvoorbeeld oude broodplanken die ik opnieuw weer gebruik om allerlei dingetjes op te maken. Ik ben nu bezig met oud zeildoek, dat mensen dat niet weggooien, maar dat ik er nog iets mee kan. Oude planken voordat ze worden weggegooid. Eigenlijk alles, overal zie ik wel dingen in. Daarnaast heb ik ook porselein, wat ik heel veel koop bij de kringloop, wat dan de vaatwasser in gaat en schoongemaakt wordt. En daarna beschilder ik dat tot vrolijke, kleurrijke dingetjes, die ik ook weer in Kampen probeer te verkopen. En ieder stuk is daardoor uniek. Dus dat is eigenlijk mijn uit de hand gelopen hobby. En daarnaast ben ik lid geworden van de STAK of secretaris van de STAK. Een stichting kunstvoorzieningen, ateliervoorzieningen Kampen. Ik woon hier nog maar net. En dat is ook superleuk om weer mensen te leren kennen en andere kunstenaars te leren kennen. Dus per saldo heb ik het wel heel erg naar mijn zin hier. Ik ben Marcel Teurman en ik maak oude dingen maak ik weer nieuwe dingen. Van combinaties van allerlei onderdelen waardoor er weer iets nieuws ontstaat. Zoals bij deze twee lampen zie je misschien oudere onderdelen terug. Basis is een stofzuiger geweest. Hier zie je een onderdeel van de motor. En ik vind het leuk om daar weer iets nieuws van te maken. Zodat er compleet iets nieuws ontstaat.
Hallo, ik ben Anke. Ik werk als vrijwilliger bij de Kringloop. En als hobby heb ik het maken van tassen, zoals u hier ziet. En in die tassen verwerk ik ook allerlei materiaal wat ik bij de Kringloop vind. Om er een mooi geheel van te maken. Dat kan de stof zelf zijn. Maar vooral veel accessoires. Dus de kralen en de lintjes. En ook de brosjes. En zo ontstaat er dan een heel mooi geheel. Hallo, ik ben Harry Hendricks en ik ben een manusje van alles hier eigenlijk bij de Kringloop. Ik sta zowel in de winkel als dat ik dingen prijs en af en toe sta ik hier ook aan de brenglocatie. En voor vandaag, zoals u ziet, ben ik de DJ.